Mi obediencia a Dios, mijn gehoorzaamheid aan God, Bobira Bobendishon, kan jouw zegen worden. Mi te puedo repetir. Ik herhaal het mi obediencia a Dios, mijn gehoorzaamheid aan God, Bobira Bobendishon. Het woord is levend. Que mi ore, ore palabra to word papia. Dus wanneer het woord gesproken wordt, etabira, si aboris bie, als jij het ontvangt, etabira un rema, wordt het een rema. E palabras que bie, het geschreven woord logos, is een logos. E palabra papia, maar het gesproken y woord bie, en wanneer je het ontvangt, etabira un rema, wordt het een rema. Etabira un cos como no te lubida. Het wordt iets dat je niet kunt vergeten. Mente, mita papia, 20,000 palabra. Vandaag spreek je 20.000 woorden uit. Si bota abri, als jij openstaat, un pegado, één bij jou blijft in je vastzitten. Eén van je zul je niet vergeten. Zorg ervoor dat degene die je niet vergeet, is degene die je naar boven brengt. Amen. En hem neer heeft gehaald. Ik spreek nogmaals 20.000 woorden uit. Laat degene die je van binnen houdt ervoor zorgen dat die degene is die omhoog haalt. Amen. Ik heb al verschillende versen gelezen. De palabra de Dios. Het is het woord van God. Anto Jesús avisa. En Jezus zeide. E palabra non comita papia. De woorden die ik spreek. Da spiritu. Zijn geest. In vida. En leven. Non ta dona vida. En zij geven leven. Tien dos cosas hota hobby vele grosere bemonde. Er zijn twee dingen op deze wereld die ontzettend gevaarlijk zijn. Ma bi sessi man passa. En ik heb het vorige week gezegd. Un di nanta muziek. Eén van hun is muziek. E otro ta. E palabra. En de ander is het woord. Anto mabisa, kusimi, papia cubo. En ik heb gezegd, als ik tot je spreek, bueno, por qué palabra tiene? Kun je die woorden die ik spreek niet vastgrijpen. Pero, está dentro un camino seguro. Maar die komt wel ergens zeker binnen. Pero también puedo rechazar. Maar je kunt het ook afwijzen. Pero si vos recibí. Maar als je ontvangt. E palabra. De woorden. Die Dios comita papia cubo. De woorden van God die tot je spreekt. Abo por reproducir. Jij kunt het herproduceren. Was dat ancora? Was dat ancora? Ja. Maar zeg ook hier. Kan je herinneren, ik had dit gedaan. Maar bij zouden in dos cosas peligrosas, toch? Ik had je gezegd dat er twee gevaarlijke dingen zijn in deze wereld. Met dat dale tono aquí. En ik geef deze toon aan. Qué tiene como man. Bon. Probeer het vast te grijpen met je handen. Qué tiene. Mostrame. Wijs me. Heb je het vast? Ella sale escribir bo man. Staat het nou geschreven op je handen? Die kom? Nee, waarom? Pas het spiritu. Want het is geest. Pero wat ha pasado, bueno? Maar kijk nu wat er is gebeurd. Repeteer. Herhaal het. La vaina mo cerebro. Die is in je verstand gegaan. Hersenen. Awesome. Vida. Leven. Wat ik je wil zeggen is, speel niet met het leven. Heb je gezien hoe snel je iets kunt reproduceren? En waarom kun je niet zo snel het leven reproduceren die wij aantonen? Want als je jezelf afschermt of blokkeert, en dan ontvang je het niet. En ik heb je verteld hoe gevaarlijk het palabra is. De Dios. Het woord van si God. Als je het toelaat dat het je hart doet, vanochtend in algo bon ta sos gaat er iets goeds gebeuren. No sabes, que palabra de Dios ta Bibu. We hebben gezegd dat het woord van God levend y capaz, pasi, is. En hij is in staat om een heleboel dingen te doen. Ik wil dat wij gaan lezen in Lucas hoofdstuk 5. In onze man lezen historia powerful. En we gaan een machtig verhaal lezen. Oké, Lucas capítulo 5, meteen naar je kamer, met bij lezen. Versículo 1. Lucas 5, vanaf vers 1. Ahora sucede que mientras en multitud estaba ta pusha bien para turrón de je, no está hablando de Jesús. We hebben het hier over Jezus. Y estaba ta escucha e palabra de Dios, en mes estaba ta para canto de lago de Genezaret. Y él mira dos botos canto de lago y el pescador asali fuerte y estaba la lava en la red
Soms vraag je je af waarom er zoveel dingen geschreven staan voor ze bij het punt komen. Al deze dingen hebben een reden. Waarom ze geschreven staan. Want het is een documentaire. Van wat er eigenlijk is gebeurd. Het is geen film. Het is geen script. Het is een documentaire. Daarom hebben ze gedocumenteerd. Je ziet hier dat de vissers hun netten aan het spoelen waren. Wat betekent dat ze de vissers hun netten aan het spoelen waren? It's finished. Ze waren klaar met vissen. Ik ben klaar voor die dag. Oké. Okay. Dit is wat het zegt. Dus deze mannen. Die laten Jezus zien. We zijn klaar voor deze dag. In versículo 3 te bisa. En labai den un die botonan. Un son de Simón. En pedia para jale un poco for de canto. En la cinta e comisa sinha e multitud for de den boto. En hier even stilstaan. Ora nós vamos de multitud de Bijbel. Wanneer we het hebben over een menigte in de Bijbel. Nós vamos de 5000 in de Bijbel. Hebben het over 5000 plus man. Escute aqui bom. Luister eens goed hier. Nota tem sound system. Er was geen sound system. Nota tem sound system. Er was geen geluidversterker. Jesus canta la mão, não? Jezus aan het strand. Mas meu povo papia? No. Is het de beste plek waar je kunt spreken? Pois, pois, omdat er heel veel geluid is. En er zijn 5000 man. En hij zei, zet me in de boot. En hij ging verder naar achteren. Hoe denk je dat Jezus aan het spreken was? Geliefde broeders en zusters. Hier is het woord. Nee, hij predikte. Hij moest luidig prediken. Of niet? Versículo 4. Bij vers 4. Ela bisa Simon bai caminda tin awa hundu. Bisiene banebo bai caminda tin awa hundu. Zeg tegen de persoon naar je toe, ga naar het diepe gedeelte. Ora mi bisavo bai caminda tin awa hundu. En wanneer ik je zeg, ga naar het diepe gedeelte. Nota kanti la man. Is het niet aan bij het strand? Kike seta bisando bo. Wat zegt dit tegen jou? Jesus no manda na sin cos fácil. Dat Jezus wat hij ze had gevraagd was niet makkelijk. Ta caminda na no para. Het is waar ze niet kunnen staan. Waar je niet kunt staan, is waar hij wil dat je afhankelijk bent van hem. Ik zeg het nogmaals. Waar je geen houvast hebt, is waar hij wil dat je afhankelijk bent van hem. En er zijn mensen die een goede baan hebben. Iedereen hier heeft een goede baan. God wil. Hij wil niet dat je afhankelijk bent van je salaris. Hij wil dat je van hem afhankelijk bent. Dat begrijp. En zo heeft hij ze gevraagd om naar het diepe te gaan. Maar ze kwamen net uit het diepe vandaan. Ze waren hun netten aan het wassen, spoelen. Ze hadden gezegd, het is klaar. Maar hij had ze teruggestuurd naar het diepe. En toen hebben ze een tira boos reda. Para boos kogje piska. Simon heeft altijd wel wat te zeggen. De iglesia también tiene Simón. In de kerk vind je ook van die Simons. Maestro, tiene cosa que corbon, es hombre que no estaba para conocer Jesús. Deze man kende Jezus niet. Pero cómo vino por abisa Jesús, rabbi. Maar hoe kon het dan hij zei meester, rabbi? Pues entonces zomaar wat hij aan de rabbi. Want het is niet zomaar dat je iemand rabbi noemt. Cómo vino por abisa Jesús, maestro, rabbi. Hoe komt het dat hij kon zeggen, meester, rabbi? Kom bij me te pensen. Hoe komt het dat? En dan kon het Jezus, hè? Huh? Ik no, entende de je? Nee. Het kaas wat op je hij had van hem gehoord? Nee, dat is het niet. Hij had hem net horen praten. En de woorden die hij had gesproken, die visser, had herkend dat deze man een meester is. Jullie begrijpen me niet. Zo dan jij ook. Wanneer je het woord van God hoort, moet jij erkennen dat Jezus rabbi is. Hij is meester. Hij is Adonai. Dus een visser had hem horen spreken, had Jezus horen spreken. Hij had net zijn boot gebruikt. En Jezus is een maestro. En Simon antwoordde, meester, nossa tradurou inteira noche.
Y nos no coge nada. Hij zei, we hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Maar, zeg samen met mij, maar. Riba bo palabra lo mi tira mi redanang. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Siempre den Bijbel, no orun costa pega. Altijd in de Bijbel, wanneer iets vastloopt, is er een maar. Maar. Bisa kumi maar. Zeg samen met mij, maar. Maar als je wilt, maar gewoon, wat aan mij kasata, mijn ma, dus je. Maar als je wilt, maar. Je moet op het juiste Riba manier. Bo palabra. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ik was het maar, shabong mens, bisad in theorie. Dit is heel mooi gezegd in theorie. Ora Dios pisabo. Wanneer God tegen je zegt. Bij hundo. Ga dieper in. Doe na mas. Geef meer. Kemendi, ela bisi ele riba bo palabra. Versículo 6. Dus hij had hem gezegd op uw woord. En vers 6. Hasi. Bisa komi hasi. En zeg, nadat zij dat gedaan hadden. Je kan hier alles blijven herhalen wat ik zeg. En dat bij over de kwasi. Maar het gaat daar niet over. Bij ora bo hasi. Het is wanneer je het doet. Bisa berumang hasi. Hasi, doe het. Kemendi. Corabon, mi popi sabo repetir quanto que boquei. Dus nogmaals, ik kan je zeggen om het te herhalen. Anto, nós estamos a ser passo uma feita bem dor de tende. We vinden het fijn om te doen, want geloof komt door het horen. Door het horen van het woord van God. En daarom vragen we mensen om de dingen te herhalen. Pero vou repetir quanto que boquei. Maar je kunt het zo vaak herhalen als je wilt. Punto tá. Maar het punt is. E palavra tem que virar vivo dentro. Het woord moet levend worden in jou. En je moet het doen. Dat is het alles. Amito ama práctico. Ik ben een praktische man. Pensei mas um minuto. En daarom heb ik je gezegd, ik ben geen predikant. God heeft me gezegd, doe dit en dat doe ik. En ik kijk niet eens naar de consequenties. Ik ben er bewust. Doe het. Kijk, een klein kind zei het. Ora nang hasi esaki. Nang akoe un kantidad grande di piska. Inang reda nang akumisa kibra. Inang asisenya na nang kompanyero nang denge otro boto pa nang binyuda nang inang binyuda anang bin iayena tur dos boto asina kunang akumisa sink. Kemendi, na mi explicabe kos, no? Dus laat me het je uitleggen. Mi obediencia a Dios. Mijn gehoorzaamheid aan God. Pobira bobendishon. Kan jouw zegen worden. Mi te puedo repetir. Ik herhaal het mi obediencia a Dios. Mijn gehoorzaamheid aan God. Pobira bobendishon. Kan jouw zegen Bisende worden. Bisende mane bobo. Zeg tegen de persoon. Bo obediencia a Dios. Jouw gehoorzaamheid aan God kan mijn zegen worden. Amen. Asineta. Zo is het. En dat staat niet alleen één keer geschreven. Paulus en Silas. Opgesloten in de gevangenis. Gebonden. Aan kettingen. Geslagen. In de diepste gevangenis. Hadden toen besloten. Dat zij samen zouden zingen aan God. God had de deuren voor hun geopend. En voor alle andere gevangenen. Hun gehoorzaamheid aan God. Werden anderen ten zegen. Maar ik herhaal het nogmaals. Wat ik doe. Mijn doen. Kan een zegen voor jou zijn. Amen. Yes. Escucha bon. Luister goed. Pasobra mi atende Jesus pisa bai Hulanda. Omdat ik Jezus heb horen zeggen, ga naar Nederland. Miau obedece. En ik heb gehoorzaam. Awe abota beneficia. Heb jij voordeel? Awe abota beneficia. De un cas, de paz, de gozo, de alegría, de sanación, de bendición. Kan jij genieten van een huis elke week met zegen? Pasobra pastor Chesco Jurayme e familia obedecer. Omdat het gezin van pastor Chesron gehoorzaamd hebben. En ze hebben het gedaan. En dan voel je veilig in deze gemeente. Amen.
Hetgeen ik zojuist heb gezegd, powerful, is ontzettend krachtig. Obediencia. Jouw gehoorzaamheid. This is personal. Dit is persoonlijk. You're obedient to God. Jouw gehoorzaamheid aan God can be a blessing for others. Kan een zegen zijn tot een ander. Tu obediencia a Jesús. Jouw gehoorzaamheid puede ser un bendición para un otro. Kan een zegen zijn voor een ander. Elena cambia cosa para otro. Zie je? De taal is veranderd en nu is alles veranderd. Pero increíble cosa que está. Maar dit is ongelooflijk. Increíble. Dit is ongelooflijk. Con poco pescador. Hoe een aantal vissers. Até no hombre, papia. Hoorden een man spreken. Llamé maestro. Obedecer. Está bendición para otro nan. Gehoorzamen hem en zijn tot zegen tot een ander. Increíble. Ongelooflijk. De Espíritu Santo sopa tu nos revelación aquí. Het is alleen de Geest die ons deze openbaring kan geven. Increíble. Ongelooflijk. Amber di ripo palabra. Sobre e palabra da dimbo boca. Want het woord is in eta je mond. Bolep. Het is op je lippen. Het is in je hart. Je bent zoals Jezus. Je bent zoals Jezus. Bonta maniera Buddha. Je bent geen Buddha. Bonota maniera Mohammed. Je bent niet zoals Mohammed. Bonota maniera Nagarishi. Je bent ook niet zoals Nagarishi. Paso bonoia na enseñanza. Want je hebt een lering niet palabra. Je hebt een woord. Vaya palabra de Jesus. Bonota maniera Jesus. Amen. Je hebt het woord van Jezus gehad. Dit is wat je gehad hebt. Ga doen wat Jezus heeft opgedragen. Jezus abisa. Quem contende mi ten af van Lucas capítulo. Laten we naar Lucas gaan. Capítulo 6. Hoofdstuk 6. Ik kook het awesome pied aqui. Dit is wonderbaarlijk. Oh, ayo mi espíritu Dios está aquí dentro, hermana. Geest van God is hier. Oh, palabra de Dios está aquí dentro. Het woord van God is hier binnen. Este tiempo 30 tiempo para poder reproducir. Dat het in je komt en dat je het kunt reproduceren. Lucas capítulo 6, versículo 46, mete comienza a leer. Lucas 6 vers 46. Para qué copo está llamami, Señor? Señor, Señor. Y no tahasi lo que mi tabisa. Waarom noemt u mij Here? Here? En doet niet wat ik zeg. Bon. Luister goed. Die mucho cristian. Er zijn te veel christenen. Dat is een señor, señor. Die zeggen heren, heren. No, 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 maar ze doen het niet. Enfoque está arriba, así. De focus is op het doen. No te teoría. Het is niet de theorie. No te, ture doctrina nan, ture teoría nan. Het zijn niet alle doctrines en theorieën. Eta significa, focus arriba, así. Het focus is op het doen. De Romeinen, weet je waarom ze de wereld veroverd hebben? Want zij waren doeners. Jezus zei, waarom noemt u mij Heere, Heere? En je doet het niet. En toen zei je in 47. Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet. Escuchame bon. Luister goed naar me. Tiene por vince Jesús. Er zijn mensen die bij Jezus kunnen komen. Escuche palabra, nan. Ze horen het woord. Vira bai. Weggaan. Sin así, nan. Zonder ze te doen. Nada. Ze doen niets, absoluut niets. Weet je dat dat heel triest is? Ma perdo tempo. Je hebt je tijd je verdoet je tijd. Weet je waarom de kerkelijke gemeentes niet snel groeien? Er zijn te veel mensen in Christus die niets doen. Denk je dat ik je ook? Het staat hier geschreven. Als je getrouwd bent. Als je geen intieme relaties hebt met je man of je vrouw, verwacht je? Kan je kinderen verwachten? Of denk je? De Heilige Geest die maakt mevrouw wel zwanger. Als je geen intieme relaties hebt met je vrouw en ze zwanger raakt, geloof me, het is niet de Heilige Adulterio. Geest. Het is overspel. Si bo hay tour. Als je een relatie hebt met Jezus en je gaat niet evangelisa? En je, om te evangeliseren,
want reproduceer niemand. Dan reproduceer je niemand. Die mucho tendedo. Er zijn te veel hoorders. Y no hacido. En te weinig doeners. God haalt je neer. Mira, Cristiano, Dios puta bow. Ik heb gezien hoe God christenen heeft neergehaald. Zijn eigen kinderen. Pasían a algo. Om ze iets te leren. Of denk je dat God niet in staat is dit te doen? Speel niet met je vader. Als ik mijn kinderen spelletjes spelen met me, dan geef ik ze twee klappen. Hoeveel meer God dat hij ons ervan langs geeft. Omdat wij respectloos zijn naar hem toe. En soms sluit de Heer alle deuren. Alle deuren sluiten. Met al je opleidingen. Al je habiliteiten. Respecteer. Is dat je respecteert en je berouw hebt van je zonden. Speel niet met onze vader. Hij is lief. En er zijn ook momenten waar hij geen grapjes maakt. Daarom is hij vader. Er zijn mensen die God hun vader niet is. God is een maatje. God is geen maatje van niemand. Hij kan wel je vriend worden. Maar vrienden die respectvol zijn naar elkaar toe. Als je vriend of je vriendin niet respecteert, snijd die relatie af. Dan deugt het nergens voor. Als jullie verkering hebben. Als jullie verkering hebben. En er is geen respect voor elkaar. Verbreek dat. Eindig dat. Want je gaat een huwelijk binnen. Je gaat een huwelijk binnen waar je overal pijn zult ervaren. Dit is wat het woord van God zegt. Ga geen ongelijke relatie aan. Het is niet per se zo. Het is niet per se zo dat iemand naar de kerk komt. Het is niet per se zo dat als iemand naar de kerk komt, dat hij gelijk is met jou. Gelijk is pang dan te bezig, toch? Ja. Oké, bon. Je kan iemand hebben met zo'n ontzettend groot geloof. In dezelfde kerk. En kan je iemand vinden met heel weinig geloof. En het is omdat we naar dezelfde kerk gaan, gaan we nu met elkaar trouwen. Na een tijdje. Zegt die man tegen jou, nee, ik ga niet meer naar de kerk. Ik hou niet van de pastor. Hij is een strenge man. Zijn gezicht is altijd boos. Ken ko bin cerca mi, itende mi palabra nang ihasinang, lo mi mustra boso ko ken eta igual. Eta igual kung homber kwatra un kas. Ken de akoba hundu, bisa ko mi hunde la koba. Zeg hij groef en diepte uit. Japoni un fundeshi ribe baranka. I ora ku abin un deluvio e torrente di acqua assota duro contro le case e non por a sacudie pa sopra e tabata bon traha. Amen. Nou, mi spiegavo. Laat het me je uitleggen. Non sa passa in tormenta. We zijn door stormen gegaan. Non sa passa door die earthquake. We zijn door aardbevingen gegaan. Agua sota duro contra nós. We werden met zware golven komen op ons af, grote golven. Pero no son por acá. Maar we konden niet wankelen. Pasó por nos casta bon traja. Omdat ons huis stevig gebouwd nos is. Casta bon traja? Waarom is ons huis stevig gebouwd? Pasó nosta hacito. Want we zijn doeners. No te diploma. Het is niet die opleiding. Ta e hasidonang untakai. Het zijn de doeners die niet vallen. Quanto pastor cu degree mas alto mes? Hoeveel voorgangers niet met een hele heel hoog opgeleid? Plata Venezuela. Die liggen helemaal neergehaald. Hoop ik christian te mio para que pastor. Vele christenen, gewone christenen staan beter ervoor Toro dan de voorganger. Maar hoe komt het dat hij daar beneden ligt? Weet je waarom? Pas entrar in zijn kas. Want hij heeft niet aan zijn huis gewerkt. La trapa ebira famoso. Hij heeft gewerkt dat bekend wordt. Hij iets wordt. Ora cosa dale? Maar toen dingen op hem afkwamen. Tentación vino en su camino. Verleiding op zijn pad kwam. Entonces
de Bijbel dat ik Jozef voor de Potifar. Hij wist niet dat er in de Bijbel stond, geschreven stond dat Jozef wegrende. Quem cuhasi e palabra. Een ieder die het woord doet. Weet je wat er gebeurt? Hij schreef dat die man had gewerkt. Hij had een huis gebouwd. Hij heeft geen huis gekregen. Er zijn mensen die niet aan hun geloof willen werken. Hanya fe de pastor.